seul. Ja, we zijn hier omdat we de regering een duidelijke boodschap willen geven dat we die gevechtsvliegtuigen absoluut niet willen. Gevechtsvliegtuigen kosten zeker 4 miljard minstens hè, voor 34 vliegtuigen. En bovendien is er een programma over 40 jaar, dat zijn regeringscijfers, dat zegt dat het hele programma 15 miljard kost. Het tweede is dat wij gezien hebben wat die gevechtsvliegtuigen aanrichten in het buitenland, in Libië, in Afghanistan. Ze creëren chaos en instabiliteit en eigenlijk ook de voedingsbodem voor de terreur. En dan is er een derde punt, die gevechtsvliegtuigen hebben ook nucleaire taken. We hebben nucleaire bommen in kleine brogel. Het zijn die vliegtuigen die bommen moeten transporteren. Als we erin slagen om die gevechtsvliegtuigen tegen te houden, dan worden de bommen ook overbodig en dan winnen we twee zaken, namelijk geen gevechtsvliegtuigen en ook geen nucleaire bommen meer. On voit que faire la guerre, ça amène que la misère. Et c'est pas une politique qui en fait répond à nos intérêts, que ce soit sociaux, des emplois, etc. Tous les besoins de la population normale. Acheter des avions, c'est en fait aller dans ce type de politique guerrière et ça apporte que de la misère et donc il faut s'y opposer. Ma société est en train de se découdre parce que l'austérité s'applique sur l'argent partout. Et je crois que ce qui est très rassembleur ici, et là où on a raison de dire, c'est qu'il est inacceptable qu'on dépense de l'argent dans la mort plutôt que dans la vie et la survie de notre démocratie. Een beetje raar om te investeren in vliegtuigen en om daarmee en mensen te gaan bombarderen en om daarmee te denken, kijk, we gaan vrede krijgen. Het is gewoon een heel vreemd concept op zich. Nous n'avons absolument pas besoin de ces avions. Ça c'est le grand point. Donc on commence à écouter au peuple, parce que c'est eux qui payent les contributions.